Vandaag hadden we een tweedeling in ons land, met de meeste wolken in de zuidwestelijke helft en juist veel zon in het oosten en noordoosten. Uit die dikke bewolking viel lokaal ook een enkel buitje, maar op de meeste plaatsen bleef het wel droog. Vanavond dan houden we de opklaring in de oostelijke helft vast. En die opklaringen koelt het snel af met uiteindelijk temperaturen rond het vriespunt langs de oostgrens. Onder de bewolking daalt ik niet heel veel verder dan een graad of 4. In de loop van de nacht is er weer meer bewolking, neemt ook de kans op een spat regen of motregen toe. En op de koudste plaatsen sluit ik zelfs een vlok natte sneeuw niet uit. Morgen verandert daar er vrij weinig aan. Af en toe breekt de zon door het wolkendek heen. Maar bewolking zal toch de boventoon voeren. Af en toe valt er spat regen. In het zuidoosten misschien ook met motregen. En de temperatuur loopt niet heel veel verder op dan 4 tot 6 graden. Ook de komende dagen is het bewolkt. Wel gaat de temperatuur een paar graden omhoog. Met op de meeste plaatsen in het weekend zo'n 7 of 8 graden. De wind die blijft uit de Noordwesthoek waaien. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl